We zijn hier in de kamer waarin het college van burgemeester en wethouders iedere week vergadert. En daar hangen dus de portretbeelden van de burgemeesters die we tot nog toe in Zeewolde hebben gehad. Ze leven alle drie nog, hè? Dat is ook een mooi beeld. Een jonge gemeente. Dus... Met een oude traditie. Met een oude, ja. Ja, het begin van de oude traditie. Dat is hem. Het is het begin daarvan. In waarschijnlijk 1996, misschien eind 95, toen was er in Zeewolde een bijeenkomst van kunstenaars die buiten hun werk deden. En ik was daar ook voor uitgenodigd. Van, vind je het leuk om daar iets te gaan doen? En toen zei ik, dat vind ik heel leuk om te doen, maar alleen als de burgemeester voor mij wil poseren. En ik wist helemaal niet hoe dat lag, ik kende haar niet, dat was toen Geke. En op een gegeven moment zei Geke, dit is ontzettend leuk. Waarom gaan we niet een galerij van burgemeesters maken? Dus daarmee is het begonnen. Haar spontane idee, doordat ik daar haar portret begon te boetseren. Dus de eerstvolgende die daarvoor in aanmerking zou komen, bij vertrek, is de huidige burgemeester Gerrit-Jan Gorten. Nou, die zit er inmiddels 12 jaar, is dit jaar herbenoemd, dus heeft nog een periode van 6 jaar te gaan. Ik begin eerst met heel rustig met mijn model thee te drinken. Of koffie, als ze dat liever hebben. En dat ik een indruk krijg. Ik wil met iemand praten, gewoon van, ja, wat heb ik voor me? En dat heb je natuurlijk niet in een uurtje helemaal in de picture, maar er moet toch een gevoel zijn van wat is dat voor mens hier? In diezelfde sessie ga ik in dit geval meneer Gorter fotograferen. Ik maak ook een video van hem, zodat ik ook bewegend beeld heb. Van, je hebt vaak natuurlijk dat iemand wat strammer wordt, dus ik moet zoveel mogelijk materiaal hebben. En dan begin ik te werken. Los van de persoon. Die persoon gaat weer naar huis en dan ga ik aan het werk. Het is wenselijk, en dat zie je ook in alle gemeentehuizen in Nederland, om een vorm van vastlegging van wie is hier burgemeester geweest. En als je in gemeentehuizen komt van gemeenten waar wij mee samenwerken, Harderwijk bijvoorbeeld, Ermelo, dan kijken ze een paar honderd jaar terug en dan hangen daar portretten van burgemeesters. En hier is gekozen voor deze vorm, een beeldportret. En dat is nog maar 35 jaar oud dan op dit moment. We moeten ervoor zorgen dat op het moment dat de burgemeester ooit hier vertrekt, en dat is na het einde van deze ambtsperiode, is dat over 5 jaar. En dat kan ook uiteraard eerder zijn. Dus in deze periode moet er zo'n beeld gemaakt worden. Wil je de traditie kunnen voortzetten? Ik zie die foto's wel en er hangen er wel 70 en ik zie ook wel mijn video's, maar ik zie het niet meer. En dan zeg ik, dan bel ik de secretaresse op en dan zeg ik, hij moet weer komen. Nou, en dat herhaalt zich een keer of 3. Dat ik dan weer een paar weken aan het werk ben en denk van, totdat de foto's dood worden voor me. Hij gaat 3 keer dood. Voor mij gaat hij 3 keer dood. en hij komt ook weer 3 keer tot leven. En op een gegeven moment denk je, ja, nu heb ik alles gedaan wat ik maar kan. Meer kan dan voel je gewoon, dit is, nu ben ik klaar en nu moet ik stoppen. Heb je nou wel eens de neiging gehad om er even aan te zitten? Ja. Maar dan met name omdat ik me wel eens afvroeg van, zijn het nog allemaal bronzen beelden? Met name die van Geke Faber zelf, die lijken wel van hout. Het is dus geen hout, maar brons. Alhoewel, zeg maar, de kleur doet veronderstellen dat het hout is. Dat zou bij het beeld van Harm Bruinslot ook nog kunnen gelden. Bij het beeld van Tom Vizé kun je die vergissing niet maken, maar het zijn dus alle 3 bronzen beelden.